staan hier voor Museum Het Oude Slot, waar de Cultuurprijs 2017 voor de vierde maal wordt uitgereikt. We staan hier bij de trofee van de Cultuurprijs van Veldhoven. Die wordt straks uitgereikt. Hoe zijn jullie bij deze Cultuurprijs gekomen? En wij vonden het belangrijk dat jonge talenten, talenten die impact hebben buiten Veldhoven, binnen en buiten Veldhoven, dat die een prijs zouden kunnen krijgen, dat die extra aandacht zouden kunnen krijgen. Echt culturele talenten. En zo'n prijs was er niet. Hij wordt nu voor de vierde keer uitgereikt. Hè? Ja. Hoe zijn jullie eigenlijk tot standkoming hiervan gekomen? Nou, wij zijn als museum de initiatiefnemers van deze prijs. We hebben er een evenement omheen gebouwd samen met Stichting Leergeld Veldhoven de Kempen. Die natuurlijk ook gaan over talentontwikkeling en het stimuleren van talenten en het mogelijk maken van je eigen talenten. En daar hebben wij de Veldhovense professionele culturele instellingen bij gevraagd om met ons mee te kijken wie ieder jaar weer, of welke groep ieder jaar weer, de prijs zou kunnen mogen winnen. Zijn er ook al gedachten over een vijfde editie? Ja, zeker. Vijfde editie komt er zeker aan. Ik heb vandaag al met de mensen van Leergeld gesproken van goh, hoe gaan we het volgend jaar weer doen en wie willen we dan op het programma hebben, hoe bouwen we het verder uit. Maar Stichting Leergeld heeft natuurlijk niks te maken met wie de prijs gaat winnen. Dat is echt een onafhankelijke jury. Doreen, hoe komen we nou eigenlijk in aanmerking voor zo'n penning? Iedereen kan daar in feite voor in aanmerking komen. Dat wil zeggen, mensen kunnen zichzelf aanmelden, maar mensen kunnen natuurlijk ook genomineerd worden. En wij als jury bepalen dan eigenlijk op basis van een aantal criteria die wij hebben opgesteld een aantal jaren geleden, toen we begonnen. Ja, wie de prijs ook echt wint of verdient, zo je wilt. Wij vinden het heel belangrijk dat talent wat bijvoorbeeld al heel lang bezig is, dat dat gezien wordt en erkend wordt. Maar ook bijvoorbeeld beginnend talent, dat dat gestimuleerd wordt en gezien wordt. Wie zal na Bertus Borgers, Studio Giftig en Norbert van Onna de volgende winnaar worden van de Veldhovense Cultuurprijs? Ik lees heel graag het juryrapport voor wat bij de Cultuurprijs 2017 hoort. De jury heeft een unanieme voordracht gedaan voor de vierde prijswinnaar van de Cultuurprijs Veldhoven. De jury houdt in haar afwegingen rekening met diverse aspecten en probeert ook te zoeken naar diversiteit onder de prijswinnaars. Dit keer heeft de jury gekozen voor een jong talent. Nou ja, jong, dat is betrekkelijk, want inmiddels is de winnaar in kwestie, ondanks haar jonge leeftijd, toch al zeker 10 jaar professioneel actief. De jury heeft gekozen voor deze prijswinnaar omdat zij, het is dus een zij, als autodidact zich niet alleen een zeer verfijnde techniek heeft eigen gemaakt, maar vooral omdat zij erin is geslaagd een gevoel in haar werk te leggen en ook in staat is dit gevoel over te brengen door onze cultuurprijswinnares 2017. Henrieke Goorhuis, kom maar voor, Henrieke. Hartelijk gefeliciteerd. Ik had het al een beetje. Het was geen verrassing, maar je wist het al. Hè? Als eerste natuurlijk gefeliciteerd met deze prijs. Ja, hoe is het voor je? Ja, het was wel echt een verrassing voor mij, want ik heb mezelf niet aangemeld. En ik werd op een gegeven moment gebeld en ik had echt geen flauw idee dat ik voor zoiets in aanmerking zou komen. Dus echt een hele leuke verrassing. Je wist ook niet dat je meedeed of dat iemand... Je hoorde dat je gewonnen had en dat was het eerste wat je ervan wist, of niet? Ja, precies. Ik hoorde het vorige week en ik had echt geen flauw idee dat iemand mij... Ik weet ook niet wie dat heeft aangedragen, dus het is echt wel een verrassing. Ja. Hoe blij ben je hiermee? Ja, ik ben natuurlijk blij mee, maar wat ik zelf heel erg leuk vind... Ik teken illustraties, maar ook strips en het feit dat zeg maar... Ook strips echt wel waardering krijgen als cultuur. Dat vind ik zelf wel heel leuk. Want ik draag dat echt een warm hart toe. Dus ja, ook gewoon voor alle... heel veel striptekenaars die kennen elkaar. Dus dat dan zoiets een cultuurprijs vindt, vind ik wel echt heel erg leuk. En ook een mooie lijst van winnaars om tussen te staan, toch? Ja, zeker. Ik had al even een beetje gegoogeld, zeg maar. Dus
Dus ja, Bert Sporgs vorig jaar en Studio Giftig. Dus ja, een bijzonder rijtje om in te staan inderdaad. Ja, precies. En nu? Nou heb je deze grote prijs gewonnen. Wat is het volgende wat je gaat doen? Nou, ik ben op dit moment eigenlijk heel druk. Dus het volgende wat ik ga doen is zo meteen naar huis en verder werken. Maar ja, ik ben met boekjes bezig en strips. En, is er al iets wat je ons mag vertellen waar je mee bezig bent? Ja, ik ben nu bezig ook toevallig van de heer Bolma en Tom Poes. Maar dit wordt dan niet een boek voor volwassenen, maar een kinderboekje. En dat ben ik nu ja, de laatste paar dingen aan het doen. En ik werk ook 3 dagen in de week bij de studio die Woezel en Pip maakt. En ik ben nog met strips bezig, dus het is echt van alles door elkaar op het moment. Een druk leven in ieder geval. Ja, op het moment even wel. Dus ik kijk er wel even naar uit dat ik het even ietsje rustiger aan doe. Maar ik mag echt niet klagen, want ik vind het superleuk om te doen. Dus, Ja, precies. We zien een hoop mensen achter ons staan te wachten. Hè? Iedereen wil natuurlijk een praatje nu met je maken. Dus we laten je nu gaan. Nogmaals van harte gefeliciteerd en een hele terechte winnares. Nou, dank u wel. De cultuurprijs. Waarom is die zo belangrijk voor Veldhoven? De cultuurprijs is een waardering voor iemand die, of een groep mensen, beginnend talent of al heel lang voor de Veldhovense samenleving, iets laat zien op het vlak van cultuur. En eigenlijk is het niks anders dan een manier om te laten zien dat cultuur ertoe doet. Cultuur zit in ons. Als wij, we komen allemaal ergens vandaan, we hebben een opvoeding en we kunnen in de maatschappij ook meedoen. En als wij meedoen, ja, dan betekent dat eigenlijk dat we ons kunnen ontplooien. Dan is er ook ruimte om andere dingen te doen, om te experimenteren. En uiteindelijk draagt dat bij tot woon- en leefklimaat. Je fijn voelen in Veldhoven. Dat is cultuur. En dat hebben we nodig en dat moeten we ook koesteren. En deze cultuurprijs, ja, dat laat even zien aan heel Veldhoven en daarbuiten, ja, wat wij hier in huis hebben.